Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, O Heer. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik die de geboden van mijn Vader heb onderhouden en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u mogen zijn en uw vreugde volkomen mogen worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan, de vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Verbum Domini. Veertig dagen was de verrezen Christus op een bijzondere wijze nog bij zijn leerlingen. Toen kwam hemelvaart, keerde hij terug naar de rechterhand van zijn hemelse Vader. Maar dat betekende niet dat hij deze wereld achter zich liet, dat hij de kerk in de steek liet. Integendeel, vlak voor zijn hemelvaart sprak hij: zie, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de tijden. De verrezen Christus blijft bij zijn kerk, blijft bij zijn wereld. De tekenen daarvan zullen dan ook herkenbaar zijn, de sporen van zijn aanwezigheid. Hij laat deze kerk nooit in de steek. En zo hebben we gezocht naar sporen van de verrezen Christus de eeuwen door. De martelaren, de monniken, de Heer die roept, de Heer die wonderen verricht, de Heer die verschijnt, de Heer die een vermenselijking brengt en zo meer sporen van aanwezigheid van de verrezen Christus. Maar er is natuurlijk één belangrijk spoor van het feit dat de verrezen Heer met ons is en dat is zijn kerk, de Katholica. En dan niet in de zin, zoals we dat al te makkelijk zeggen, het is toch een wonder dat de kerk er nog is. Zeker, het is een fenomeen dat een societas, een communiteit, meer dan 2000 jaar bestaat. In vergelijking met koninkrijken die gaan, met keizerrijken die er niet meer zijn, met ideologieën die zijn gekomen en die zijn verdwenen, de Katholica blijft 2000 jaar lang. Maar het is niet het spoor van de verrezen Christus dat de kerk er nog is. Nee, het is een spoor van de verrezen Christus dat de kerk er telkens weer is. Want deze Katholica is de bruid van Christus. En zoals Paulus beschrijft in zijn Efezebrief, hoofdstuk 5, is het Christus die de bruid voor zich blijft stellen, plaatsen, onbevlekt en rein. Of we zouden kunnen zeggen, jong. Jezus houdt zijn Katholica jong. De Katholica is zo jong als het laatste sacrament dat voltrokken is. De Katholica is zo jong als de laatste heiligen die zich heeft laten heiligen door de gaven van de Heilige Geest. En Christus behoedt zo de Katholica, zijn kerk, zijn bruid. Hij houdt haar jong en daarom is ze er telkens weer. En bijzondere sporen van de verrezen Christus ten aanzien van zijn kerk zijn de impulsen de eeuwen door van vernieuwing en de veerkracht van de Katholica. Als we 2000 jaar geschiedenis van de kerk overzien, zien we telkens weer momenten dat er impulsen zijn waarop die kerk weer opleeft, zo de eeuwen door.
En het bijzondere daaraan is dat als we ze goed beschouwen, ze niet voortkomen uit een historisch proces. Want dat zit ergens nog steeds een beetje in ons hoofd. Er zijn tijden dat het goed gaat met de kerk en zijn tijden dat het wat minder goed gaat. Maar dan komt er vast weer een tijd dat het goed gaat. En dan denken we eigenlijk heel seculier in een historisch proces. Maar als je kijkt naar die fenomenen, die impulsen de eeuwen door, dan zie je dat de bron daarvan niet de geschiedenis ervoor is. Maar de bron is de verrezen Christus zelf. Wat hier gebeurt is dat mensen of groepen de verrezen Christus op een nieuwe manier herontdekken en zich door hem laten heiligen, zich door hem laten zenden en zo jongheid, impulsen van nieuwheid brengen in de kerk. Denken we aan de kerkvaders bijvoorbeeld in die eerste eeuwen, in die vierde en vijfde eeuw. Het was niet vanzelfsprekend dat er een Augustinus zou zijn, een Hieronymus, een Ambrosius, een Leo de Grote. Nee, maar ze waren er op het juiste moment. Dat er in de kerk heel veel strijd was rond de orthodoxie, veel heretische ideeën die er waren over Jezus. En dan zijn deze personen er met de gave van het woord, met de gave van de pen, maar bovenal met de gave van onderscheiding, zodat zij nieuwe impulsen konden geven aan de kerk om verder te groeien, om verder de openbaring te ontvouwen. En dan wat eeuwen later, wat men ten onrechte de donkere middeleeuwen is gaan noemen, Cluny, dat klooster daar in Zuid-Frankrijk, dat maar groeit met roepingen, dat bijna een kloosterdorp, misschien wel een kloosterstad wordt, en dan gaat stichten en naar de andere kloosters toe gaat om die te hervormen. En zo komt er een nieuwe impuls in het geestelijk leven van de kerk van Europa. Niet historisch te verklaren, maar vanuit het feit dat daar in Cluny mensen waren die zich weer enten, die zich weer herijkten op de verrezen Christus. De bedelorde in de middeleeuwen, precies hetzelfde. Franciscus, daar staat die Franciscus, Dominicus, de Karmelieten en zo meer. Allemaal mensen die Christus herontdekken als de verrezen Heer, een nieuwe impuls geven aan de kerk. In de 19e eeuw, de vele missiecongregaties die ontstaan. Men gaat missioneren de wereld over om het evangelie te verkondigen. En dat is natuurlijk alleen maar denkbaar als men het hart van het evangelie kent, de verrezen Christus. En dan in de 20e eeuw, de inzet van de leken in het apostolaat. Een impuls van vernieuwing vanuit de verrezen Christus. En die nieuwe bewegingen die ontstaan, ver voor het Tweede Vaticaans Concilie. Bij het Tweede Vaticaans Concilie, dankzij het Tweede Vaticaans Concilie, wat een fenomeen. En al die verschillende bewegingen, en het zijn er heel veel, hebben één ding gemeen. Als je naar hen luistert, als je leest, als je hun spiritualiteit bekijkt, ze houden van de verrezen Christus. Ze zoeken Jezus daar waar hij te vinden is, in de volheid van zijn kerk, in de eucharistische presentie. En het was kardinaal Ratzinger, toen nog kardinaal, die een beetje vol verbazing zei, maar dit fenomeen van deze nieuwe bewegingen, niemand had dat kunnen bedenken, niemand had dat verwacht, maar ze kwamen er en ze zijn er. Een teken dat de verrezen Christus zijn kerk niet in de steek laat, maar telkens weer die nieuwe impulsen geeft voor de tijd van nu. En zo kunnen we ook vooruit blijven kijken. Wat er op dit moment gebeurt in Europa is een kerk die niet zozeer een terugtrekkende beweging maakt, maar die teruggeroepen wordt naar het hart van de openbaring, de verrezen eucharistische Jezus. Daar moet de kerk weer naar terug. En alles wat in die beweging nog niet mee wil gaan, ook binnen de kerk, die houdt dat tegen, die vertraagt die beweging. Maar de beweging zelf is niet meer te stoppen en zal uiteindelijk ertoe leiden dat er katholieke gemeenschappen zijn in de Nederlanden en ook in Europa, die we helemaal leven vanuit dat hart, vanuit de verrezen Christus. En dan gaat de Heer die impuls verbreiden. Hoe? Dat weten we niet. We denken aan dat woord van kardinaal Ratzinger. Ineens waren ze er, die nieuwe bewegingen. Niemand had het kunnen voorzien, niemand had het kunnen bedenken, niemand had het kunnen maken, uitvinden, maar de Heer gaf het. En zo zal hij op een bepaald moment ook weer die impuls geven die de kerk in Europa nodig heeft.
En dan de veerkracht van de katholica. Dat is ook een spoor van de verrezen Christus. De katholica die van binnenuit en van buitenaf aangevallen is en aangevallen blijft. Maar die altijd weer overeind zal komen. Die altijd door zal gaan. Want de katholica, zij is de bruid van Christus. En zij deelt in zijn verrijzeniskracht. Dat is de veerkracht van de katholica. Want ze is aangevallen en ze blijft aangevallen. Niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit. Door de zonden van de gelovigen die daar begaan zijn, zo wordt ze aangevallen. Door de verkeerde leerstellingen die erin verkondigd worden, zo wordt zij aangevallen. Dat wrange grapje dat zelfs kardinaal Ratzinger in een van zijn brieven citeert, van Napoleon die tegen een kardinaal zegt, ik ga de katholieke kerk kapot maken. En die kardinaal die zegt, beste keizer, begin er niet aan. We proberen het al eeuwen en het lukt ons maar niet. Overigens wel een actueel grapje helaas. Maar van binnenuit aangevallen, de kerk heeft veerkracht. Van buitenaf aangevallen, de kerk heeft veerkracht. Want naar buiten toe, de kerk die roept twee reacties op. De kerk fascineert en de kerk irriteert. En dat is niet eigen aan de katholica, dat is eigen aan de Heer Jezus Christus zelf. Hij fascineert en hij stelt mensen zo scherp voor keuze dat mensen dat ook irritant vinden. En dat is met de katholica niet anders. En soms gaat dat bij mensen samen. Die voelen zich gefascineerd door de kerk en tegelijkertijd botsen ze tegen ideeën aan die niet de hunne zijn, omdat zij zo werelds nog denken en dan irriteert de kerk. En dat laatste kan natuurlijk felle reacties oproepen tot en met de vervolgingen aan toe of de denigerende opmerkingen die maar gemaakt blijven worden. Maar de kerk, ze heeft een enorme veerkracht. Want ze moet natuurlijk niet meegaan met deze ideeën die er leven. Ze moet meegaan met Christus. Ze moet de verrezen Heer trouw blijven en doen wat Jezus vraagt. En verkondigen wat Jezus wil dat gezegd moet worden. Maar omdat Hij er is, heeft die kerk de veerkracht om altijd weer overeind te komen. Altijd weer verder te gaan. Een spoor van de verrezen Christus. Het mooie woord dat Jezus spreekt vandaag tegen ons, tegen de wereld. Ik noem u geen dienaars meer, maar ik noem u vrienden. Hij biedt zijn vriendschap aan. En dat is de vreugde van het katholiek zijn. Leven in de vriendschap met Christus, in de verbondenheid met Jezus. En geen dienaars meer. Een dienaar is niet vrij. Een dienaar moet gehoorzamen aan zijn meester. Een vriend is vrij. Dat is de vrijheid die Christus geeft. Dat is een vrijheid om bij Hem te horen. En dat is een veel grotere vrijheid dan de vrijheid die de wereld meent te hebben. Die zegt, ik kan doen wat ik wil en ik wil ook kunnen doen wat ik verlang te doen. In feite is dat een schijnvrijheid. Want deze mensen, die zijn niet vrij, maar willen doen wat ze op dat moment leuk vinden. En zijn dus niet vrij. De christen is vrij omdat hij zoekt te doen wat Christus hem voorhoudt. En dat is de juiste weg. En Christus begeleidt ons daarbij niet als een heer zijn dienaren, maar als een vriend. Hij staat niet boven ons, hij staat niet tegenover ons, hij staat naast ons om samen deze weg te gaan. In feite kan hij naast ons staan, omdat hij een nog lagere plaats dan ons heeft gezocht. Hij is onze dienaar geworden. En hij bevestigt dat elke keer weer als we Eucharistie vieren in de heilige hostie. Die kleine hostie is Jezus, is onze Heer, is onze God. En zo zoekt Hij een plaats onder ons om ons te dragen, om naast ons te staan en zo deze weg te gaan, samen met heel de kerk. Sporen van de aanwezigheid van de verrezen Christus, die een grote vreugde geven dat wij tot zijn kerk mogen behoren en hem altijd bij ons mogen weten. Zo had hij het ook immers beloofd. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld.